Peter, wat een avond dinsdag. Was het voor jou net zo spannend toen je het terug zag op beeld als langs de lijn? Nee, want dan kende ik de uitslag al. Dus maar langs de lijn was het inderdaad heel spannend. Het was een wedstrijd waar veel in zat. En, we hebben het bij Vlagen heel moeilijk gehad, want we hebben natuurlijk tegen een absolute topploeg gespeeld. Maar het was wel mooi om te zien hoe die jongens met elkaar geknokt hebben om toch een resultaat weg te halen. En dat is gelukt. Ja, vooraf zeg je natuurlijk, er is hier een kans om punten te halen. Maar achteraf denk je toch, dit voelt als een overwinning. Althans, zo was dat voor heel veel. Ik weet niet of hoe dat voor jou was. Ja, het gekke is, ik ga iedere wedstrijd in, ook als we tegen Paris uit moeten spelen. We willen winnen. En ik vond dat we wat moeizaam aan de wedstrijd begonnen. Maar na een minuut of 15 vond ik dat wij wel de regie in handen namen. Toen konden we de bal wat langer in de ploeg houden. Toen konden we aan wat aanvallen werken. Een voorzet van Noah waar Guus net niet bij kwam met het hoofd. En dan merk je, hé, er zit nu toch iets meer in. Nou, dan scoort Noah die geweldige goal. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de tweede helft wij minder of niet meer in staat waren om die bal langer in de ploeg te houden. En om zelf nog heel gevaarlijk te worden. We hadden met Guus natuurlijk nog wel... En dan kun je achteraf zeggen, was dat buitenspel of niet van Luc, maar de mogelijkheid om nog bijna de 1-2 te maken. Maar als je daar de kansen van hun tegenover zet, dan moet je achteraf meer dan tevreden zijn met dat punt. Even wat spelers uitlichten. Je had het net al over die mooie goal van Noah Lang. Die werd zelfs vergeleken met Kylian Mbappé door de Franse media. Hij is nu geselecteerd in de voorselectie van het Nederlands elftal. Is hij weer terug? Ja, hij was al terug, maar niet op het niveau waar hij nu op is. En weet je wat gek is? Toen zij die vergelijking schreven, dacht ik, hé, ik herken wel iets wat zij zeggen. Dat is namelijk dat explosieve van naar binnen komen en zo snel schieten dat de keeper nog vaststaat en niet kan reageren. Dat heb ik bij Mbappé ook zo vaak gezien. Nou goed, Noah heeft nog een lange weg af te leggen om op dat niveau te komen, maar... ik ben heel blij om weer te zien wat ik nu gezien heb. En dat is weer de Noah die het verschil kan maken. Heb je een nieuwe nummer al gehoord? Ja. Wat vind je ervan? Lekker nummertje. Lekker nummertje, ja, hè? Ronnie Flex erbij, leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Malik Tillman, wat een baasje. Hoe heeft hij zelf naar zijn performance op die positie gekeken? Ik heb toevallig net beneden met hem gesproken. Ik vroeg van, wat vond je ervan? Hij zegt, boring. Oh. Ik zei, oh. Nou, dat vonden wij niet. maar goed, dat is natuurlijk niet een favoriete positie van hem. Maar het geeft wel zijn enorme potentie aan. Als je op linksbuiten wordt neergezet, omdat we daar op dat moment problemen hebben. En hij vult dat in alsof dat zijn positie is. De 10 is natuurlijk zijn echte positie, maar hij kan ook op 8 spelen. En hij heeft nu zelfs op 6 gespeeld. En geloof me, we hebben die wedstrijd echt tot in de details geanalyseerd. Hij heeft dat echt heel goed gedaan, zoals je dat van een 6 verwacht. Met name ook op verdedigend vlak. Constant kantelen voor de verdediging en naar de balkant. En iedere keer goed gepositioneerd staan. Ja, dat is wel heel knap, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nu blijkt het toch dat Jerry er wat langer uit ligt. Is hij voor jou dan ook gewoon de nummer 1 op die positie? Of is dat voor de Eredivisie geldt dat anders? Nee, we hebben... Maar misschien bedoel je dat natuurlijk niet, maar nummer 1 blijven Jedi en Joey op die positie. Zijn die er niet bij zoals nu, dan heeft hij laten zien dat hij daar kan spelen. Maar we hebben natuurlijk meerdere mogelijkheden die daar kunnen spelen. Ja. Johan Bakayoko, ja, die zit er niet helemaal lekker in. Die kreeg dinsdag ook weer bakken met kritiek. Ja. Hoe is het met hem? Want het gaat niet in je koude kleren zitten. Nee, dat snap ik. En dat is niet leuk. Dat is niet leuk als je 30 bent. En dat is ook niet leuk als je 21 bent. Maar dat gebeurt nou eenmaal in het voetbal. Daar zal hij mee moeten leren omgaan. Ik deel die kritiek overigens niet volledig. Ik heb die wedstrijd, wat ik je al zei, teruggekeken. En ik let dan misschien ook op andere dingen. Voetballen bestaat uit doelpunten maken en voorzetten geven. En zeker als jij aanvaller bent. Maar daar hoort meer bij. En wat daar meer bij hoort, is ook je verdedigende werk doen. Daar heb ik altijd met Johan over gebakkeleid. Ik vond dat hij daarin nog wel eens verzaakte. En deze wedstrijd heeft hij voor het elftal keihard gewerkt. Ik ben het met de mensen eens dat in balbezit hij ook al heeft laten zien dat hij daar veel beter kan. Maar het begint allemaal met hard werken. En dat heeft hij zeker gedaan. Ja. Is iedereen na dinsdag goed hersteld? Want het was echt een knokpartij. Ja, dit zijn zware potten. Dan moet je diep gaan en dat heeft wat langer nodig. We hebben gelukkig niet 2, maar nu 3 dagen tussen deze wedstrijden zitten.
Dus die jongens komen zo meteen binnen. En als het goed is, moet de spierpijn vandaag minder zijn dan gisteren. Ja. Ga je dan ook risico nemen aankomende zaterdag tegen PEC? In de zin van met blessures in je achterhoofd, dat je Peppy misschien kan laten beginnen? Of denk je daar helemaal niet aan? Nou, wij denken aan alles. We hebben zometeen een onderhoud met de medische staf. Dan horen we hoe de spelers, als ze zometeen binnenkomen, echt ervoor staan een dag voor de wedstrijd. En dan zullen wij knopen gaan doorhakken. Ja, 17 zegens op rij heeft PSV nu klaargespeeld tegen PEC Zwolle. Dat moet morgen dan nog een keer zo gaan gebeuren, toch? Ja, maar dat is altijd wel mooi. Hè? De mensen van buitenaf die zeggen PEC Zwolle, staat daar, dat moet makkelijk zijn. En dat is het grote gevaar. En dit is precies, denk ik, waarom sommige clubs een topclub zijn of waarom sommige clubs een topclub in wording zijn. Als ik naar Twente kijk, ik vind dat ze het echt ook dit seizoen weer geweldig doen. Maar spelen wel na Europese wedstrijd 1-1 in het eigen stadion tegen PEC Zwolle. En dat mag niet, dat zal iedereen vinden en dat gebeurt dan toch. En ik denk niet dat je kan zeggen dat Twente een elftal zonder karakter is of dat die niet willen werken. En toch spelen ze 1-1 tegen PEC Zwolle. Dus niks is vanzelfsprekend. We zullen morgen het weer moeten verdienen en er weer keihard voor moeten werken. Focus is het toverwoord. Ja, en blijven doen waar we goed in zijn, waardoor we dus die wedstrijden winnen.